Dag lieve kijkers, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Sian. En ik ben Yassira. En welkom terug bij een nieuwe aflevering van Dikste Weekly. Normaal gesproken zit Casper aan die kant en Yassira aan deze kant. Vorige week was Yassira op vakantie, nu is Casper op vakantie. Dus ik moet het weer overnemen. Dus wat is er gebeurd deze week? Vergeet ons niet te volgen op Instagram. Subscribe hier en let's start. Vorige week hadden we een winactie waarbij we dus 3 keer een Shawn Mendes LP zouden weggeven. Mm-hmm. Ben je benieuwd of jij hebt gewonnen? Blijf dan even kijken. Dus zoals iedere week krijgen we deze week weer een opdracht. 2 kistjes. We weten niet wat erin zit. Mystery in één box. Kistje zit iets goeds. Ik hoop deze. De andere iets slechts. We don't know. We kunnen eventueel wisselen straks. Op basis van een joker. Dus ik ben weer benieuwd deze week. Begin jij dan? Ja. Okay, is goed. Super ongezond. Je kunt er dood aan gaan. Maar dit is nou eenmaal jullie baan. Dus het goed spieken. Eet het maar op en niet te veel klagen. Dan zal deze challenge wederom slagen. Nou, één ding is zeker. Het is weer een eet-challenge. Kunnen er niet omheen. Vorige eet-challenge voor mij was echt kut. Balen. Kut. Was gewoon kut. Een belangrijk ingrediënt in de Italiaanse keuken. Maar dan op een rare manier. Je gaat er ook nog eens heel goed van reuken. Oké. Okay. Geen zorgen, het komt niet van een dier. Ik heb zo'n vermoeden, maar ik weet niet of ik dit moet zeggen. Ik hoop echt dat ik deze joker win. Een ingrediënt uit de Italiaanse keuken. Wat stinkt er uit de Italiaanse keuken dan? Knoflook. Nee. Dat denk ik. Knoflook. En dan gewoon een hele knoflook gewoon op die manier gewoon chappen. Ja, ik denk het. Wauw, ja, dat zou wel echt verschrikkelijk zijn. Maar goed. We gaan het zo checken, toch? Dus de zon schijnt weer vandaag, maar afgelopen dagen was het wel een beetje regenachtig. Vandaar dat ik behoorlijk wat op Netflix heb gezeten. Mm-hmm. En ik denk jullie ook. En de vraag is dus, hebben jullie die nieuwe aflevering gezien met Miley Cyrus? Want ik niet. Serieus niet? Nee, ja, sorry. Ik heb in mijn leven 1 Black Mirror aflevering gezien. Dus ik ben sowieso niet echt een serie checker. Dus, maar tell me, waar gaat het over? Nou ja, dus deze aflevering gaat over de artiest Ashley O. En Miley Cyrus speelt dus Ashley O. En eigenlijk heel haar leven. Ja, het ziet eruit alsof zij de perfect girl. Zoals je bij heel veel artiesten ziet van nou, hè, dat is echt het ideaalbeeld. Maar eigenlijk is ze helemaal niet zo happy. Dus ze is een soort van rol ingepoest die ze niet wil spelen. En zij wordt ook commercieel best wel uitgebuit. Het punt is zo van dat Miley, dus Ashley O, die wil qua artiest eigenlijk een bepaalde kant op, een richting qua muziek. Ze is niet meer happy zoals het nu doet. Ja. Maar zij en vooral haar tante, die ook haar manager is, verdienen heel veel geld met dat imago wat ze nu heeft. Dus die tante heeft zoiets van F you, van we willen gewoon deze kant op. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, wat vonden jullie ervan? Want ik kan hier echt uren over doorpraten. Maar wat ik dus wel heb gehoord, dat in die aflevering dat zij dus ook een track heeft uitgebracht, klopt dat? Ja. On the Roll staat hier inderdaad, ja. En ik heb dus toevallig gisteren op Spotify gekeken en het nummer staat ook daadwerkelijk onder het naam Ashley O. Dus niet onder Miley Cyrus, maar gewoon onder het naam Ashley O. Het is dus echt een character of zo. Maar ja, je hoort dus de hele tijd iets van I'm gonna get what I deserve. En dat is wel grappig, want dat komt dan ook in de serie komt dat naar voren. Mm-hmm. Maar artiesten hebben dus ook hierop gereageerd vanuit the real world, laten we maar zeggen. Ja, dus niet alleen de liefhebbers van, of niet alleen de fans zijn liefhebbers van de aflevering, maar ook bijvoorbeeld Justin Bieber en Halsey hebben gereageerd. Justin Bieber zegt dat hij en Hailey van de aflevering houden. Halsey zei dat het eigenlijk eng was om te zien hoe Ashley O op haar leek. Qua looks en ook qua de clipopnames en zo. Dat er overeenkomsten waren van dan komt het toch wel heel erg dichtbij. Black Mirror wordt wel echt een mirror dan. Mm. Voor degenen die het dus nog niet hebben gezien, check het even. Het is weer tijd voor Who Dis. We krijgen dus allebei 3 krantenkoppen waarvan de artiest ontbreekt. En wij moeten dus allebei raden welke artiest dat dan is. En wie dan de meeste antwoorden goed heeft, krijgt dus de befaamde joker. Waarmee je dus de kistjes kan ruilen. Apologizes for her controversial remarks about hip-hop. Who the fuck haat er hip-hop? Dit gaat niet per se om houden van hip-hop, toch? Nee, het haten van hip-hop, toch? Ja. Ik zeg
Taylor Swift. Miley Cyrus! Had ik niet verwacht. Teases soulful nieuw album. Ed Sheeran. Soulful? Ed Sheeran? Selena Gomez. Soulful? Oh shit, oké. Nice. Oké, ik wil hier ook niks naars over zeggen, maar... Soulful! Nou, ik niet gedacht van over, maar... Selena Gomez staat bij deze op mijn lijstje. Oké, shuts down entire Soho Street with surprise gig. Serieus? Ja, die weet ik! Is dit gebeurd? Mag ik die niet? Oké, jij weet het niet, hè? Mag ik straks antwoord geven? Dit vind ik leuk. Hallo, je hebt al lang afgeteld. Zane. Nee, Youngblood. Ja, jongens, ik volg Dexter, maar ik sla gewoon niks op. Ik registreer het allemaal niet. Ja, jongen, dat heet gewoon effort. Commands haters and homophobes to calm down in new song. Oh, dat was toch... was het Taylor Swift? Wat, Katy Perry zit ook in die song. Ja, Taylor Swift. Ik ga voor Taylor. Yes! Ja, die wist ik dan toevallig weer wel. Yes! Ja, oké, maar ik wist die van jou ook. Dus eigenlijk is het gewoon eerlijk dat ik dan dit nee, vind. Nee, het is niet eerlijk. Ik sta 1-0 achter. Dat are twerking dolls in their instantly iconic new video. Het zijn twerkende poppen. Dat is echt grappig, want dat zijn in ieder geval hetzelfde level. Casper, jij bent gewoon next level. Eerlijk. Wie heeft een nieuwe video uitgebracht? Blackpink? Ja, die vroeg ik niet zoveel. Ik heb een 0 goed, jongens, dus... Oh, wacht, ik heb er nog één. Honors lesbian couple attacked on London bus. Allereerst, dat was echt heel zielig. Ja, dat nieuws heb ik ook gehoord inderdaad. Ze zijn gewoon geslagen en alles of zo, omdat ze niet met elkaar wilden zoenen. Het is bizar. Maar anyway, I know that story, maar die Honors, hè. Ik ga voor Katy Perry. Halsey, oké, ja, dat. Maar het maakt dan niet meer uit. Je hebt wel verdiende joker gewonnen. Gefeliciteerd, hè. De Ed Sheeran Heinz ketchup reclame staat dus eindelijk online, jongens. You know, the food looked good. I just thought there was something missing. So I reach into my bag and I take out the only thing that can complete me. And at that point, the whole world came to a stop. En de commercial was dus eigenlijk gebaseerd op een voice note van Ed Sheeran. Maar voor de mensen die het nog niet hadden gezien, waarom Ed Sheeran en ketchup? Nou ja, omdat Ed Sheeran, zoals vorige week ook al besproken is, Ed Sheeran is natuurlijk een hele liefhebber van ketchup. En hij had dus via Instagram had hij dus gevraagd aan Heinz Ketchup dat hij dus graag in reclame wilde spelen. En dat is dus nu uiteindelijk tot realisatie gekomen. Dat is super grappig. Dus, waar ben jij helemaal weg van eigenlijk? Waar kun je jou voor wakker maken? Voor de KFC. Ja? Hot wings, jongens. Jij zou chicken wings? Ik zweer het, gewoon bucket wings kun je me echt gewoon wakker van maken. Ik zweer het. Ja, dat vind ik echt lekker. Hey, you are black inside or something? Ja, die zijn gewoon super nice. Alleen die hot wings zijn lekker van de KFC. De rest is allemaal gewoon crap. Die burgers zijn super droog. Die salades zijn gewoon kut. Alleen die hot wings. Ja, de mais is ook lekker. Maar hebben ze wel een goede ketchup dan? Ik lust geen ketchup, jongens. Ik eet geen ketchup. Ik heb geen idee of ze nou lekker geen ketchup hebben. Sowieso, die hot wings moet je gewoon zonder saus eten. Ja. Nee. We gaan geen saus bij die hot wings. Taylor Swift, jongens, is vorige week met een nieuwe video gekomen. Yes. Genaamd You Need to Calm Down. En zij had voorafgaand de video ook al verteld dat zij meer zich wil bemoeien met de politiek, als ik het goed heb. In ieder geval meer uitgesproken mening. Precies, en dat zie je dus ook terug in de nieuwe video. In de laatste clip komt Taylor Swift eigenlijk op voor de LGBTQ+ community. En ook de kritiek die mensen op de community kunnen hebben. Ze zegt dus bijvoorbeeld, vertaald heel even in het Nederlands, haatspuwen heeft nog nooit iemand minder gay gemaakt. Wat ze daarmee wil zeggen is eigenlijk gewoon dat mensen gewoon moeten kalmeren en wat ze ook zeggen, het maakt iemand toch niet minder gay of anders of whatever. Precies, je blijft wie je bent, dat sowieso. Precies, ik vind het wel goed vandaag. Een paar dagen voor de clip teasde Taylor Swift al een paar namen die in de videoclip tevoorschijn zouden komen. Waaronder Ellen DeGeneres. Ellen! Oh ja, ik hou van Ellen. Ellen is leuk. En Hailey Kiyoko, maar ook Katy Perry bijvoorbeeld. Dat is best wel bijzonder, want ze waren dus ooit rivalen van elkaar. Ja, dat was echt... Dat was wel een catfight toen, toch? Ja. Maar in de clip zie je dus die twee. Je ziet Katy Perry dan in een burgerpak. Ja, eigenlijk, een hamburgerpak. En
Taylor Swift zie je dan in een French fries pak. En je ziet hem dan... Verbroederend zo naar Ja, precies. Oh, en je ziet elkaar knuffelen. Dus het is all good tussen die twee. You're the burger to my fries, dat idee. Kijk, maar er zit nog een hint in. Want Haley, die schiet dan volgens mij in de roos. Maar die roos is nummer 5 of zo, toch? Ja, dus het zou kunnen. In ieder geval de gedachte is dat misschien Haley op nummer 5 van het nieuwe album van Taylor Swift komt staan. Dat daar toch een samenwerking is. Het zijn weer van die theorieën die rondgaan. Ja, maar I mean, het kan. Het kan. Yes, dus brengt deze de prijswinnaars voor deze week. Die komen niet in bed. Nou, van harte gefeliciteerd. Ga hiervan genieten. En wij nemen persoonlijk contact met je op. So no worry, it's coming your way. En wil je volgende keer ook nog wat winnen? Hou het in de gaten. You never know. The moment of truth. Zal ik maar weer voorlezen wat het was? Doe dat. Super ongezond. Je kunt er dood aan gaan. Maar dit is nou eenmaal jullie baan. Eet het maar op en niet te veel klagen. Dan zal deze challenge wederom slagen. Een belangrijk ingrediënt in de Italiaanse keuken. Maar dan op een rare manier. Je gaat er ook ineens heel goed van reuken. Geen zorgen, het komt niet van een dier. Either way, we're fucked. Oh ja, ik heb de joker, hè. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ik hem ga inzetten deze week. Ik ga toch liever voor dit super ongezond. Want ik denk dat het weer een spelletje is. Ja, dit is gewoon knoflook. Om te messen jongens. Met mijn hoofd. Dit is echt knoflook, inderdaad. Huh? Ja. Ja, denk je het? Ja. Ik denk dat het knoflook is. Daarom ja, ik ga hier gewoon een stack van ruiken. Staat hier dus. Ja! I knew it! Oh, sorry voor het geluid. But I knew it! Je hebt knoflook. Bon appetit. Oké. Okay, damn man, maar ik ben benieuwd wat er bij jou in zit dan. Ja, ik wist het! I've got the Twix. Ik wist wel, ik dacht suiker, daar kan je dood aan gaan. Jongens, ik heb 3 keer meegedaan en ben 3 keer genaaid, hè? Oh. Ja, ja, ik zou die andere ook wel doen. Hoezo, eentje toch? Nee, je moest 2. Nee, jongen, ik ga eentje pakken, joh. Nee, ja, joh. Nee. Ik ga sowieso eentje pakken, hoor. Hoezo, waarom niet? 2 vrienden. It's all for the grab. Ik heb kattenvoer gegeten. Ja, go stinken. Figure. Dus wat is knoflook? Oké, fuck it, joh, dan. Ik heb ook 2, dus jij moet er ook 2. Oh. Ik ga echt... Oh. Joh! Bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot volgende week. Oh!